Beste ouders, ook dit schooljaar is onze open klasdag niet kunnen doorgaan zoals we dat anders gewend zijn. We geven jullie graag nog een beetje extra informatie, zodat we morgen vlotjes kunnen starten. Vanaf morgen 1 september kan u uw kleutertje via de fietspoort achteraan naar de kleuterblok brengen. Daar zijn de juffen om uw kindjes te ontvangen. Mogen wij u vragen bij het betreden van de school steeds uw mondmasker op te zetten? Voor het afhalen van de kinderen gebeurt het als volgt. De kleutertjes van het eerste kleuterklasje mogen door één ouder opgehaald worden in hun klasje zelf. De kinderen van de tweede en de derde kleuterklas worden net zoals vorig jaar via de fietspoort afgehaald. Kinderen van de lagere afdeling kunnen vanaf morgen weer via de hoofdingang de school betreden. Ouders die meekomen met hun kind tot aan de poort, dienen steeds een mondmasker op te hebben. Voor het naar huis gaan zullen de kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar weer via de hoofdpoort naar buiten komen. De kinderen van het vierde tot en met het zesde leerjaar komen naar buiten via het kleine poortje. Vanaf donderdag 7 oktober krijgen de kinderen wekelijks een stukje fruit aangeboden van de school. Het zou fijn zijn dat ook op de andere dagen de kinderen een stuk fruit mee hebben in plaats van koekjes. Mogen wij u vragen om alles zoveel mogelijk te naamtekenen? Elk jaar hebben wij enorm veel verloren voorwerpen die van niemand zijn. Als de naam van uw kindje op bijvoorbeeld de brooddoos staat, kunnen wij deze brooddoos veel gemakkelijker terugvinden en deze aan jullie terugbezorgen. Wat betreft de afwezigheden, kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Indien uw kind vanaf 5 jaar afwezig is, dient u hiervoor steeds een briefje af te geven. U heeft zelf recht op 4 briefjes in te vullen die u krijgt van de school. Let hierbij op, uw kind mag niet langer dan 3 opeenvolgende dagen afwezig zijn. Zijn deze briefjes op of is uw kind langer dan 3 dagen afwezig, dan heeft u steeds een briefje van de dokter nodig. Indien we geen briefje hebben, is uw kind ongewettigd afwezig. Medicatie op school. Indien uw kind medicatie nodig heeft op school, hebben wij hiervoor steeds een doktersbriefje nodig waarop de naam van het medicijn staat, hoe vaak uw kind medicatie moet krijgen en het tijdstip waarop dat wij uw kind medicatie moeten geven. Indien wij geen briefje hebben van de dokter, mogen wij geen medicatie geven. De verjaardag van uw kind mag zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. We geven u hier alvast een aantal gezonde voorbeelden van tractaties. U kan uiteraard ook steeds een klasgeschenkje aankopen. We geven geen snoep, taart, chips, frisdrank of cake mee voor de kinderen hun verjaardag. Ann en Wendy van het secretariaat kunt u steeds bereiken tussen 8 uur en 12 uur en 's middags tussen 13 uur en 16 uur. U kan dit ook telefonisch doen of via mail, aangezien er nog geen ouders binnen mogen op de school. Elk week krijgt uw kind 2 uur bewegingsopvoeding. Vanaf de tweede kleuterklas hebben de leerlingen hiervoor turnpantoffeltjes nodig. Maak het uw kind gemakkelijk en zorg dat het heel eenvoudige turnpantoffeltjes heeft en geen schoenen met veters. Vanaf de lagere afdeling hebben de leerlingen ook een short en een turnt-shirt van de school nodig. Een turnt-shirt kan je bekomen door 9 euro mee te geven met uw kind. Wij zorgen dan dat uw kind de juiste t-shirt krijgt. Elk kind krijgt ook een informatiebrochure mee naar huis. Het is zeker aan te raden deze informatiebrochure aandachtig door te nemen. Achteraan zijn er 2 belangrijke pagina's terug te vinden. In verband met het schoolreglement, dat u dit schoolreglement kan vinden op onze website, en een papiertje in verband met publiceren van foto's. Gelieve deze 2 pagina's zo snel mogelijk terug te bezorgen aan de leerkracht, want zolang wij geen toestemming hebben gekregen van u om foto's te publiceren,
zal u van uw zoon of dochter geen foto's terugvinden op Gimme. Corona is jammer genoeg nog steeds van de partij. We zijn er zeker van dat we samen met jullie er weer voor kunnen zorgen dat we onze school zo veilig mogelijk houden. U kan daarbij helpen door steeds de afstand te bewaren, steeds je mondmasker te dragen en indien je op vakantie bent geweest in een rode zone, eerst de quarantaineperiode te respecteren vooraleer dat u uw kind naar school stuurt. Op 14 september organiseren wij heuse speeddates. U krijgt dan de kans om kennis te maken met de leerkracht van uw kind. Het team van de Vierklaver wenst u alvast vrolijke schooldagen en een heel gelukkig nieuw leerjaar.